Dag en welkom bij het FNV-journaal van vrijdag 26 mei. Maar eerst een korte update van de stakingsstorm die over ons land gaat. Zo wordt er al ruim anderhalve week gestaakt bij chemiebedrijf KOK Kolp Specialties in Delden. En bij de verffabrieken van PPG rollen er momenteel weinig potten verf van de band. Vanaf gisteren, donderdag 25 mei, leggen namelijk ook medewerkers van de grootste vestiging van deze verfmaker het werk neer. Eerder werd er al gestaakt in vier andere vestigingen. En het einde is nog niet in zicht. Zo komen er komende tijd ook nog langduriger en meer stakingen bij. Maar er is ook goed nieuws, onder meer voor de werknemers in de zuivel. Vakbonden en werkgevers hebben onder meer een loonsverhoging van bijna 12% voor 15 maanden afgesproken. En ook wordt de regeling om eerder te stoppen met werken aantrekkelijker. Er ging overigens wel een flink aantal stakingen aan vooraf. En de staking in de mentosfabriek van Parfetti van Melle in Breda is voorbij. Werknemers krijgen per maand een extra loonsverhoging van 150 euro. Dat is bovenop de afspraken die al in de lopende CAO zijn gemaakt. Met andere fabrieken van onder andere Mars zijn we nog aan het onderhandelen. En bij de supermarkten is het overleg voor een nieuwe CAO net begonnen. Voor nu nog weinig nieuws, maar daar zullen we de komende tijd vast nog wel aandacht aan besteden. Gisteren verzamelden zich ruim 500 zorgmedewerkers uit de gehandicaptenzorg en ouderenzorg in Utrecht. Ze trokken gezamenlijk op richting het hoofdkantoor van hun werkgevers. Medewerkers uit de ouderenzorg overhandigden daar hun CAO-eisen. En hun collega's uit de gehandicaptenzorg kwamen ook niet met lege handen. Zij overhandigden een brandbrief aan hun werkgevers. En die brandbrief was inmiddels al meer dan 25.000 keer ondertekend. Hoe bizar is het als wij voor mensen moeten gaan zorgen, terwijl we niet eens voor onszelf kunnen gaan zorgen. En jullie gaan door tot de strijd is gewonnen. Jullie verdienen beter, want Nederland verdient beter. Ondanks dat jullie je terecht, denk ik, heel ongemakkelijk voelen, moet je ook ontzettend trots zijn op deze mensen dat ze hier in actie staan. Want net als heel veel collega's hadden zij ook kunnen stemmen met de voeten. En de zorg, de gehandicaptenzorg of de ouderenzorg kunnen verlaten. En zij doen dat niet omdat ze het nog niet hebben opgegeven. Omdat ze hart hebben voor de zorg, omdat ze hart hebben voor hun beroep. Ik heb collega's die meerdere banen moeten omgaan. Vorig jaar ook gedaan. Toen deden we het ook allemaal leuk in Vierland. Die tijd is gewoon voorbij. We gaan gewoon nu, willen gewoon nu meer loon. Die achterstand wordt alleen maar groter door de torenhoge inflatie. En in andere sectoren worden aanzienlijk hogere salarisverhogingen afgesproken. En jullie als werkgevers schepen ons af met 5% nu en 5% in 2024. Tenminste 10% loonsverhoging gedurende de looptijd van deze CAO. Laat dat even duidelijk zijn. Geen bezuinigingen die ons raken, maar juist investeren in medewerkers. De werkdruk omlaag, meer vaste collega's en dat de sector weer aantrekkelijk wordt om in te werken. We staan hier na afloop van de landelijke actie van de zorgmedewerkers uit de gehandicaptenzorg en uit de ouderenzorg. Jij werkt in de ouderenzorg, Sissy. In de VVT, hè? Jij bent heel boos. Ik ben heel boos over de manier waarop wij behandeld worden. Hoe vaak zijn we hier geweest? Er wordt een loonbord gedaan die nergens op slaat. Men zegt hier ogenschijnlijk dat het goed gaat komen, maar ik geloof er helemaal niets van. Terwijl anderen in de zorg, met name bestuurders, lees maar wat die voor salarissen hebben. Ja, ik ben gewoon boos, vooral omdat ik gewoon moe ben. Ik ben gewoon op. Ik zie gewoon elke keer, vorig jaar stonden we hier ook hetzelfde toneelstukje te spelen over dat ons weer toegezegd wordt. En ja, we gaan naar Den Haag met z'n allen. En nee, ja, jullie moeten echt meer verdienen. Maar we staan hier gewoon weer opnieuw. En ik ben er gewoon zo klaar mee. Ik ben eigenlijk al moe al sinds de corona. En nu ben ik gewoon echt gesloopt. Ik zie collega's gewoon nu vertrekken omdat ze gewoon
niet meer rond kunnen komen of gewoon dat het te zwaar wordt. Dus de overstap maken naar de andere sector of waar ze meer geld verdienen. Bert, je hebt hier bij het hoofdkantoor van de werkgevers heb jij de stoet met de zorgmedewerkers zien aankomen. Ik heb er wel 400 geteld. Heb je veel bekenden gezien? Ik heb veel bekenden gezien. Maar ik heb gelukkig ook veel nieuwe gezichten gezien. Want dat betekent dat we ook met onze actie nieuwe mensen hierbij hebben kunnen trekken. En dat geeft aan dat het dus ook echt een urgent verhaal is. Waar ook nieuwe mensen bij aansluiten. Want uiteindelijk moeten we gaan groeien om echt een goed signaal af te geven. Dus ik ben blij dat ik ook nieuwe gezichten heb gezien. Ja, volgens mij is het signaal wel heel duidelijk geworden, hè, bij de werkgevers. Ik denk het wel. Ik zag ze toch daar staan en denken, wauw, dit hadden ze denk ik niet verwacht dat we hier met zoveel mensen zouden staan. En ik denk dat we een heel duidelijk signaal hebben afgegeven wat ze niet zomaar makkelijk naar zich neer kunnen gaan leggen. Nou, jij gaat de eerste onderhandelingen doen 7 juni. Veel succes. Dankjewel, we gaan er tegenaan. En we sluiten dit journaal af met onze vicevoorzitter Zakaria Boevenkatja. Hij was woensdag aanwezig in de Tweede Kamer bij de ronde tafel die ging over winsten en lonen. Hij sprak daar onder meer over de gevolgen van scheefgroei. We gaan de gevolgen van de scheefgroei voor werkenden, voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden die dagelijks ervaren hoe die boodschappen duurder worden. En de ene winst is tegelijkertijd de verlies van de ander. In dit geval grote groepen mensen die gewoon niet mee kunnen komen in deze tijden van een welvarendheid in Nederland en hoogconjunctuur. Laten we het vooral ook dus hebben over de praktijk. En dan denk ik aan de ethosmedewerkers. De heer Klaver die stipt het al aan als het gaat over de structurele koopkrachtverlies. En de mensen zaten daar al jaren op de nullijn. De inflatie waar zij mee te kampen hebben heeft ertoe geleid dat ze bijna een maand salaris hebben moeten inleveren, structureel. Dan denk ik aan de jongeren in de supermarkten. Voor Albert Heijn is dat een verdienmodel. Je zet jongeren in, je zet ze met name in de laagste schalen van de jeugdloon. En op het moment dat ze wat ouder worden, dan worden ze bedankt en begin je weer opnieuw. En zo kun je ook de winsten verder opdrijven. Ze hebben ook in de supermarkten 8% inflatie voor de kiezer gekregen. Er is ook net gesproken over de uitzendkrachten. Ik vind het ook wel typerend dat wordt gesteld dat uitzendkrachten worden ingezet in de distributiecentra. Zowel bij de Jumbo als de Albert Heijn voor pieken. Terwijl het gewoon het inzet is van structureel werk. Dat zijn ook mensen die lagere loonkosten hebben. Die niet vallen onder de pensioenregeling. En dan heb ik het ook nog graag over de mensen in de zorg. In de thuiszorg heeft 1 op de 5 personen. Ik ga richting afronding, voorzitter. Ik dat ik u onderbreek, maar als u zou willen afronden, ja, graag. Ik ga richting afronding. 1 op de 5 mensen in de thuiszorg die heeft nu te kampen met de loonbeslag. Dus daar is ook werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat er meer wordt geïnvesteerd in de publieke sector. Volgens mij kunnen we daar ook de last op de winsten voor gebruiken als we die verder kunnen gaan verhogen en benutten. Ja, probeer maar in deze context je leven op orde te houden. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week.